Goedemiddag allemaal, welkom bij Modded Survival. Ik ben er weer, Zelda Play 20, samen met... Met ons, Stella en met Taulen. Waarom een ons, geen kilo? Zoals jullie zien, mijn setup is een beetje veranderd. Mijn webcam die heb ik aan de andere kant neergezet, want ik heb dankzij de Taulen nou een gigantisch mooi statief gekregen. Ik zal hem heel eventjes in beeld eventjes laten zien. Zoals jullie dus zien, mijn microfoon die hangt in plaats van dat hij tegenwoordig staat. Dus dat is heel fijn om dat te hebben. Dan horen we dus zeg maar de bas van mijn keyboard horen we dan niet meer. Jullie zijn behoorlijk enthousiast. En natuurlijk nogmaals mijn excuses, sorry van vorige week. Maar ja, er was iets tussen gekomen, daarvoor konden we niet opnemen. Dus daarom zijn we nou dubbel en dwars terug met deze aflevering. In deze aflevering, in de vorige aflevering, zijn wij helemaal naar boven geklommen op deze toren in de Nightmare Dimensie. En in deze aflevering gaan hun mooi naar binnen toe en ga ik gewoon eventjes om het hoekje kijken. Ik had eigenlijk trouwens een idee... heeft er iemand een crafting table bij zich? Want misschien kan de Taulen dan, hoe heet dat, ook... Dat heb ik, ja. Want volgens mij hebben wij, even kijken, heb ik iron? Ik heb 3 iron, dus je zou eventueel, ik weet niet hoeveel ultimate tools dat we bij ons hebben, oftewel hoeveel van die nuggets. Ik heb 18 uranium nuggets. Ik heb 9 ingots van titanium en 8 uranium. Hoeveel heb jij, Alex? Nee, ik heb van alles een stack. Kun jij dat misschien aan de Taulen geven? Dan kan hij ook ultimate armor aan. Oké, ik geef... Dit geef ik en alsjeblieft, dat krijg je. Dan heb ik nog de iron voor je. Oeh. En dan gaan wij eens heel eventjes praten met elkaar, want wij hebben eventjes iets te overleggen. Waarom krijg je dat? Wat dan? Dat weet ik niet, dat verzinnen wij nu. Dat improviseren wij gewoon. Dus, eigenlijk zijn crafting tables. Ik bedoel, wij moeten extra lief zijn vandaag voor jou. Waarom? Het is dierendag. Wat, ik ben een dier? Maar als ik deze crafting tables loop, dropt die, hè? Dan dropt nee, die alles. Nee, nou voor af! Kom op, die grap moest gemaakt worden. Nee. Eventjes ook een heel kleine update eventjes. De afleveringen van dit weekend zullen iets aan de kortere kant zijn, aangezien dat dit weekend ook weer helemaal volgeboekt is, aangezien dat we Tomover hebben. En dat ik bezig ben natuurlijk nog met de Halloween specials, die aankomende weken ook nog eens een keer gaan beginnen in de weekenden. En daarvoor zouden dus aan de aankomende 3 weekenden, dus de volgende weekenden in oktober, geen Minecraft plaatsvinden, maar de speciale Halloween games. Ondertussen is de Taulen nog steeds bezig. Ja, ik heb eigenlijk nog wat een paar iron bars nodig. Ik heb niks. 3 stuks. Nou, dan heb ik alles. Had jij nou al die tijd gewoon... Ik ga je gewoon een jumpy bug spawnen. Thanks. Zal ik hier een jumpy... Doe maar. Ik heb ultimate armor volledig. Ik denk dat we al een groot probleem hebben als we hier naar beneden toe gaan, dus... Ik zal heel eventjes mijn beacon eventjes afstellen, mijn bacon eventjes neerzetten. Even hier niet aanzetten. Oh wacht, ik ga wel weg wat ik wel wil hebben. Hoor dat gegrom. Nee, ze wachten op je. Ze hebben honger, Taulig. Je ziet eruit als een snoepje. Weet je wat een snoepje is? Dit. Oh nee. Oké, nou zullen we dan maar gaan? Even kijken, waar zit hier de opening? Hiero. Ja. Die had ik al lang gevoel, oké. Okay, nou, dan ga jij als eerste. Doei! Wat? Zitten. Ja, had ik ook eens beveiliging gedaan. Kijk, ik ben zo aan het aanvallen. Ja, dit was dus niet... Ik ga nou opmaken. Ja. Oh. Ga naar de spanners, Spanners in de spanners, jullie alleen maar au. Wij zien alleen maar au. Hallo, daar beneden. Kom meneer. Au. Oh, ik zie niks. Het is wel heel donker. Volgens mij heb ik mijn brightness nog niet eens goed staan. Hoe kunnen we hier doorheen eigenlijk? Nou, eventjes wachten, want ik heb de spawners zijn kapot. Oh, gelukkig. Oh, mag ik de 7 miner streams hierin? Even wachten, ik ga heel eventjes naar mijn brightness kijken, want volgens mij heb ik mijn brightness niet goed staan. Ik heb ook al miner streams.
Ja, hier zitten er 7 in. Heeft er iemand toortjes bij zich, want het is hier echt hartstikke donker. Ja, ik heb 41 toortjes. Kun jij hier even wat toortjes planten overal? 41 toortjes. Oké, dit is allemaal emeraldzooi. Zo. 41 toortjes, mooi. Dit is ook allemaal emeraldzooi. Ja, dat dan weer. Hey, emeralds. En zooi. Koekje. En nog meer emeralds en zooi. Oké, nou bloemetjes heb ik niet nodig. Ik heb heel veel vlees van die dingen gekregen. Maar in elke hoek, hier zit volgens mij de volgende opening. Ja, dan kunnen we dus weer 1 verdieping lager. Shit. Oh, het zijn basilisks. Ik vind die. Nee, het zijn T-rexen. Oké, slecht plan. Help. Oh, ze hebben witter effect. Is dat een probleem? Ik kom naar beneden. We zijn toe, bro. Kan iemand eventjes proberen naar die spawners toe te gaan? Ben al bezig. Dan. Zijn de spawners kapot? Ja. Nice. Ja, en ik word al de kant op. Such a nice guy. Kijk uit dat je niet in de hoek waar de gat zit invalt. Dan nee, heb ik sta hier bovenop. Sla ze eerst allemaal kapot voordat je de kisten pakt. Oh, deze heeft echt super regen. Of zoiets. Zag je dat? Dood. Hey, een fairy sword, die wil ik wel hebben. This is a fairy sword. This is a fairy sword. Fairy sword. Hier heb je er ook nog 2, mochten jullie er ook 1 willen. Wat is dat dan? Wat kan je daarmee? Weet ik veel. In een item frame douwen. Hé, hey, er staat er hier nog. Oh ja, huh? Die regenerate echt kei snel. En hij is dood. Die regenerate echt snel. Hij is dood. Hé, hey, wat is dit? Een creeper launcher. Er ligt er nog eentje in die kist als je wil. Ja. Het is hier zo donker! Ja, nu niet meer. Cycle voor het donker. Je houdt toch van de duisternis? Ik bedoel... Hé, hey, dat ben ik niet! Wie is dat dan? Ja, dat is hij die niet genoemd mag worden. Dun dun dun, dun, dun. Plot twist! Dus, hebben we alle kistjes gehad? Ik heb nou een... Ik ben benieuwd, wat doet die creeper launcher? Niet proberen, niet yep. proberen. Ik ga het proberen. Niet proberen op mij. Hij doet niks. Kom maar. Iedereen is op mij. Nee, dan moet je op een creeper doen. Oh, dan moet je op een creeper. Dan moet je op een creeper doen, man! Ik ben geen creeper. Nou, ik vind je behoorlijk creepy. Daar is het volgende gat. Nee, maar hij heeft vreedzaam, maar kan niet. Eerst het volgende gat. Let's go. Ja. Oh, Alex is al. Nee, Alex die staat hier boven. Oh nee, wat zijn dit? Basilisken! Ik ben al naar beneden. Wacht eventjes dat jullie klaar zijn. Nee, kom even beneden even helpen. Ik kom eraan. Help, heel. Ik ben die gaat. Ik ben naar de spanners aan het gaan. Graag. Nee, ik zit klem. Oh, ik word overal ook al naartoe gelanceerd, man. Oh, en ik was er bijna. Oh, ik heb honger. Dit is echt niet echt heel. Ja, ik vind het altijd wel. Oh, dit is te massief. Nou, ze zijn nou op mij gefocust. Kom op. Breek die spawners! Ik ben naar beneden gekomen, hè? Breek die spawners! Ik zit nou bij de Hercules Beatles, jongens! Uh-oh. Ik ben mijn dood. Dit is jouw dood! Dit is mijn dood. Nee! Anders gaan jullie slaan jullie die ook gewoon even over. Nee, want we moeten hier zitten kijken hoe je stuf in. Zit je erin? Zit je erin? Nou! Ik probeer hem hoog te bouwen, misschien dat wat te helpen. Anders val heel... Nee! Ik val er spullen in! Huh? Nee! Ik heb proberen bij die aas! Ik kan niet bouwen. Wat is dat voor onzin? Oh, ik heb slowness. Oh, ik zit hier. Ah, bijna! Anders val even helemaal door naar beneden toe en dan eventjes weer terug naar van via boven. Ik heb heel even ingesloten als je niet erg vindt. Nam je zoveel schade dan? Ja. Ik ben pittig. Ik ben een verdieping naar boven gegaan. Kan iemand mij eventjes helpen bij die basilisks? Ja, kom hier naar boven. Kom naar boven. Ik ken niet naar boven. Ik ben naar boven gegaan. Wat? Ik ben naar onder per ongeluk. This was a bad idea. En nu? Ik sta hier, ik weet niet hoeveel van die... I wanna be a hero. No! Oh, Hercules Beetle? Ben ik ook naar beneden nou? Ik zie niks. Ik zie jou niet, dus... Waar ben ik? Oh, ik zit weer in de... Ik zit nog steeds bij de nee, ik zit niet bij de basilisk. Ja, ik zit wel bij de basilisk. Kan iemand die spawners killen, alsjeblieft? Ik ben bezig! Ik ben mee boven.
Als iemand naar toortjes zie kan spannen, dan spannen die kringen wat minder. Ik probeer het wel, ik probeer wat toortjes. Toortjes! Ik ben weer op de volgende toortjes. Ik word overal nog aan. Ik probeer toortjes te platen, het lukt niet! Oh, ik heb hier gewoon een basilisk, die heeft gewoon 1200 health. Oh. Dit is een interessant... Jullie zitten nou daar. Hallo, ik sla. Hallo, ik sla. Ik... Oh, ik zit in het spinnenweb. Ja, ik zie jullie ook helemaal niet vechten. Nee, ik ben alweer ik ben eventjes wat spellen aan het droppen. Nou, ik krijg tenminste geen damage. Ik wel. Een beetje. Ja, ik een heel klein beetje. Echt maar één hartje schaadt. Hé, ik ben er eentje hoger. Ja, dat had ik ook. Nou, nee, ja. Nee. Dan kan ik eventjes rustig mijn beacon even pakken. Rustig, zo. Rustig. Wie is hier aan het vechten? Ik sta er al de hele tijd beneden daar te vechten. Je wordt gek hier. Ik vind het zo. Ik vind het te chaotisch. Ik zie niet. Ik heb geen overzicht. Nou en? Ik ga gewoon proberen naar de midden te zomen. Arm is bijna kapot. Hoe kan jij ultimate armen nou kapot zijn? Weet je hoe lang ik al? Voor mij zit ook op de helft. Ik heb. Hou ze tegen! En een breaking erop, hè? Of iets. Hekken ik heb ook breaking erop. Oh, nou zit ik in de spinnenweb vast. Ja, ik ook. Hoe kan ik dit ooit... Oh, mijn armor is ook aan het breken, ja. Waarom deden we het ook alweer? Voor welk doel? Om al die items te krijgen. Nou, is er iemand ondertussen bij die spawners? Want er zijn geen basilisks bijna meer over. Al kun je daar eens... Al zet je daar van mij apart eventjes zo'n ding op. Zo'n torch. Ik ben onderweg! Ik ben onderweg naar het midden. Nee, ik... Ah, ik neem nou echt damage. Ja, anders zeg ik even op mijn beurt van, nou, dit is om niet te doen. Nou... Dit is echt niet te doen, nee. Oké, slash emote. Weet je het zeker? Niet te doen is. Sorry jongens, maar anders is het gewoon niet te doen. Ja, wel met z'n 4 of 5 of zo misschien, maar... Oké, spanners die zijn kapot en nou moeten we ze gewoon weer netjes... Ik ben weer gewoon uit game mode, ik ben weer netjes oorspronkelijk aan het spelen. Het is jammer dat wij onze enchantment table hier niet bij ons hebben, tot wij even onze stuff kunnen repareren. Ja. Jongens, ik sla ze, maar... Je hebt er hier een regenerator. Ik ben onderweg, ben aan het helpen. Mooi beeld vandaag! Het is Nationale Dierendag en we zijn hier slangen en het in elkaar slaan. Want de slang is geen dier, het is reptiel. Ja, maar Dierendag vind ik niet meer zo'n leuke dag, want mijn KV was toen. Overleden. Ik probeer hier die spinnenweb ook weg te halen, maar... Mijn KV is echt awesome. Was awesome. Ah, oh, zijn ze bijna allemaal kapot! Ik heb er hier bijna één. Het lijkt ja, weer één kapot. Het lijkt of ik heel vaak missla en zo. En zo gaat dat. Ja, weer een kapot, en kapot, en nog een kapot. En ik zit vast in een spinnenweb. Oh, ik heb geen eten meer. Wat voor eten wil je? Nee, mijn hongerbar die was helemaal leeg. Ik blijf zo langzaam. Ik haat die langzaamheid. Sterf! Laat de touwen met rust. De enige die je mag zieken, dat ben ik. Hey. Ja, ik probeer... De chestplate is kapot. Oh, blijf leven. Ik zit hier in een hoekje vast. Ja, ik probeer bij je te komen, maar ik serieus, die slowness die is verschrikkelijk. Kijk, deze regenerate gewoon volkomen automatisch. Het maakt niet uit wat je tegen hem doet. Ik serieus? Ja. Ik kom er al even. Die pak proberen we te pakken. Die proberen... Wow. Ik ga echt dood. Oh, ik kan er niet bij. Nou, zo snel regenerate die niet hoor. Hij neemt wel degelijk schade. Ik probeer eerst die bij Alex even kapot te maken. Wow! Ik word nou ook in de hoek geblazen. Samen in de hoek, samen. Wow, hou. Ik ga dood. 3, 2... Nee, blijf leven! Daar gaat jou niet! Stop, nee! Volg mij dan aan. Ik ben jou aan het healen met mijn pijn. Ah, oh, nee! Dat is een geluid die we al heel lang niet meer hebben gehoord. Mag ik... Eventjes... Stefan, alsjeblieft! Mag ik terug, eventjes? Voor mijn armor? En dan heb ik een armor. Even wachten, hij is bijna... Je kunt gewoon zeg maar...
Ja, maar ik moet mijn armen repareren, want alles is kapot. Ja, maar dat kan dadelijk pas. Het geheime wapen. Ik heb een stable nest. Even wachten, ik heb hem bijna dood. Oké, kom maar in. Bijna dood, hij is nog volledig leven. Hij heeft nog maar 200. Oh, hier zo. Waar ben je? Waar is hij? Oh, daar. 82, 79. Bijna. Sterf! Keep hitting it! Oh. Yes. Jesus! Dat was lastig. Nou ja, je hebt hier ook andere armor nog eventueel, dus... Ja, maar ik kan met mijn unstable terug. Oh my god, jeez. Ja, die was echt lastig, ja. Ik vond het niet leuk. Mijn armor is ook bijna kapot. Ja, dan mijn... Even kijken. Mijn chestplate is bijna kapot en mijn broek is bijna kapot. Een enchantment table. Kunnen we er misschien een maken? Een red sword? Wat is nou weer een red sword? Heb iemand obsidian? Er ligt genoeg. Ja? Obsidian? Oh ja, we hebben natuurlijk geen... Ik heb er helemaal niks van. Ik heb een... ik heb een amethyst pickaxe, just in case. Hey, logica's, just in case, ik vind het allemaal mogen. Wat is dit voor een bow? Power 1, ga weg. Dat moet ik met een boog van... Nou, die spannende zooi, die heb ik ook niet nodig. Tjonge, jongen. Dit was echt hard. Ja, en dan nog met bedenken dat er onder ons beetles zitten. Shit. Nou ja, ik heb ondertussen wel, ik weet niet hoeveel van die nuggets opgehaald in de kamer boven ons weer. Yep. Ja. Ja. Dus we zouden eventueel nog nieuw kunnen maken. Oh ja, about that. Ik heb een crafting... Ik heb een squidzooka! What the frick is een squidzooka? Help. Wat? Oh, hier zo. Nou, ik ben nog heel eventjes die kistjes eventjes nog langzaam even aan het kijken. Ik kan een nieuwe chestplate maken, denk ik, van de Ultimate Armor. Dan doe ik dat wel gewoon. Als jullie ook een squidzooka willen, die ligt daar in de kist. Geen idee wat je eraan hebt, maar het lijkt me leuk. Waar zijn jullie eigenlijk? Ja, nog steeds in die basiliskvloer. Waar het nou heel rustig... Ik ben onderweg. Het is hier nou heel rustig. Kom maar aan. Het nadeel is, ik kan geen chestplate maken, want ik heb geen iron. Ik heb alleen emerald. Een shizzle. Ja, het spijpen. Ik heb nu officieel hekel aan basilisken. Maak hem al 53 levels! Ik heb een 84. Nu niet meer. Oh, dat werkt niet. Hé. Hey. Oké. Gaan we? Hoe kun je aan een ultimate pickaxe? Help. Nee, we wachten heel eventjes nog op Alex. Dus na deze onderbreking zijn we zo wat is hier gebeurd? Wat? Volgens mij zie ik helemaal geen enemies hier. Ik heb niks gezegd. Tot zo. Kom maar aan, ben onderweg omhoog aan het lopen. Ik zou de kijkers, tot zo! Nou, ik kan wel heel eventjes onze enchantment gaan repareren als ik hier een telepad neerleg. Ja. Dan geef je mij eventjes je armor en dan doe ik alles repareren bij jou thuis. Wat zei je? Oh ja, oké. Ja? Nou, dan leg ik hier wel even die telepad neer. Hier is mijn armor. Ik heb al nieuwe dingen gemaakt, dus... Oh, wacht trouwens. Hier. Als jij dit ook even wil repareren en een breaking of zo erop, ik weet niet. Ik zal eens eventjes kijken. Ik heb als het goed is genoeg levels, dus... Ik koffer wel. Ondertussen zijn we weer terug, want dit was gewoon een briljant plan van mij. Dus Deadly Tower. Mag ik alsjeblieft die drum? Wat is een soort of hyantjes? Wacht eens eventjes. Oh ja, tuurlijk. Ik heb dat groene ding hierin zitten, toch? Alsjeblieft zeg me dat ik hem hier... Oké, gelukkig. Ik was al bang. Hallo. Hallo. Ik ben terug. Jij bent terug. Hallo. Hallo. Kom het wel. Oké, ik ga heel eventjes dan alles even fixen. Doe dit fix it, Felix!
Wat doet dit ding dan? Huh? Oh ja, dan moet ik eerst door die vervelende klote deur van de touwler. Dat vind ik dan. Was ik niet. Uh-oh. Oh nee, scorpions! Je weet wat er nu gebeurt. Ja, maar... Leuk is, ik kan nog een keer schieten. Oké, ik doe dit heel eventjes, jongens, ik doe dit heel eventjes knippen, want dit is gewoon eventjes allemaal repareren en alles, dat is saai. Dus ik zie jullie zo terug. Maar goed, ik heb in ieder geval jouw stuff ook gerepareerd. Oh, jullie zijn alweer terug, hallo! Kijk eens, ze komen in één keer binnenvallen. Hallo! Ja, dat gebeurt best wel vaak, hoor. I didn't see you there. Oh, great, dit ga je meemaken. Dit gaan we niet meemaken. Wat? Nou, waarschijnlijk ben ik bang dat deze, dat die telepath die ik dus zeg maar neer heb gezet. Nee, ja. Ik ken niet terug. Nee. Ah, ik heb trouwens wel een beter idee. Ik heb nog een ander idee. Wacht maar eventjes. Dan gooi ik deze gewoon heel eventjes weg. Hier heb ik niks aan. En dan ga ik gewoon naar die ene zeg maar die voor die dungeon staat. Dan klim ik gewoon naar boven toe en dan kom ik zo via de plafond naar beneden. Dat werkt natuurlijk ook. Ja. Nightmare Dungeon. Kijk, want dan sta ik hier voor de dungeon. Wat leuk! En aangezien dat het nog dag is, zullen er geen nightmares komen die mij lastig gaan vallen, toch? Mm-hmm. Je kunt altijd proberen. Ja. Nou heb ik gezegd dat deze aflevering korter wordt. En dan zitten we gewoon ondertussen al op 20 minuten. Ja, met de knips ook al? Ik denk het wel, ja. Oh. Maar dat maakt niet uit. Want dan denk ik inderdaad dat ik in de aflevering van morgen, aangezien dat we nou dus zeg maar een behoorlijke spannende momenten hebben gehad al, dan denk ik dat ik nou heel eventjes mooi jullie de armen ga geven. Ja. En tot de spannende conclusie van deze dungeon morgen gaat plaatsvinden. Ja. Op zich zou dat geen verkeerd idee zijn. Over de wall of comments. Dan doe ik morgen de twee comments plaatsen. Dus dan heb je vandaag eventjes geen wall of comment. Sadly. Maar ja, de vorige keer hadden we de wall of comments. Hadden we dus zeg maar in de aflevering heel erg vroeg gedaan. Dus zo hebben we dan toch wel een beetje een leuke covering. En misschien doen we dan nog wel een leuke Lucky Block duel. Want moet je zien hoeveel goud hier wel niet te vinden is. Heel deze muren die zijn gewoon van massief goud. Mm-hmm. Ja. I wanna know. How can I see you again? Met mijn ogen gewoon geopend, ja, ja. Oké, ik zit nou weer in die dungeon. Jullie te zoeken. Nou ja, eigenlijk weer de gaatjes te zoeken om weer verder naar beneden te vallen. Ik zie jullie. Wat, we zitten niet in een knip of zo? Vang je op! Oh. De kijkers heb ik meegenomen met mijn lief, hè? Leuk, nou, kijk eens. Hier is je Unbreaking Zut. Dat wordt dan 24,95 per item plus enchantment level. Ik had er 84, ik heb nu nog 68. Dus dat wordt een totaal van... Nee. Nou, in ieder geval... Weet je wat, ik heb een leuk idee. Ja, ik heb er eens signs bij me, anders zal ik er wel dit kunnen kun je doen. Krijgen. Heb jij een sign? Een sign? Ja. Zal ik jou eens even met mijn emerald shovel aanraken? Oh, ik ben echt dom! Herhaling! Ik ben echt dom! ik gaf een item frame. Ja, daar kwamen we achter. En nu? Dankjewel voor die item frame. Ik ga jou eens eventjes met mijn emerald shovel aanraken. Goed, kom maar. Wow, dat deed echt. Dat was nog niet eens een grammetje. Beste kijkers, ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Morgen komt dus de epic conclusie van deze dungeon. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Misschien kom je op de awesome. Alex, als ik de outro doe. Als ik de awesome Alex. Dat was Alex, toch? Ja. Alex? Ja, ik weet het. Als ik de outro doe, wil je dat dan niet doen? Oké. Anders sla ik je op je gezicht. Ik heb een mooi gezicht. Nee. Het is vandaag dan misschien net dierendag, dus vandaag kom je er nog vrolijk vanaf. Maar morgen, jongen. Morgen. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Misschien kom je op de awesome wall of comments. Die in deze aflevering niet te zien is geweest. Ja, misschien heel eventjes op het moment dat ik bij de touwler thuis kwam. Maar ik ben hier natuurlijk samen geweest met...
Met mij de Towler. En? Zeer crisis. Ik dank jullie voor het kijken, jongens. En tot morgen. Doei! Hou vol. Hou vol tot de volgende aflevering.